Een goede financiële toekomst kun je alleen behouden als je overzicht hebt in je financiële situatie en daar grip op houdt. Die boodschap brengen deze dames met vlindervleugels op de rug over aan passanten op Utrecht Centraal. Geldshop hoopt met de actie dat meer mensen verantwoord gaan lenen. Ja, studentenlening heb ik afgesloten. Een keer voor een fiets, een mountainbike en een keer een vakantie. Jawel, om een auto te kopen. Als ik het niet heb, dan koop ik het niet. Lenen alleen voor een concreet doel. Hou overzicht over je financiële situatie en begin direct met aflossen. Het zijn een paar van de tips die worden gegeven. Ook is het belangrijk dat je het verschil weet tussen een doorlopend krediet en een persoonlijke lening. Nee, dat weet ik niet. Moet ik vertellen wat een doorlopend krediet is? Het is zoiets als een creditcard. Dat je geld op moet nemen als je het nodig hebt. Tegen veel te veel rente natuurlijk. Een doorlopend krediet heet ook doorlopend omdat je een bedrag mag lenen. Die hoef je niet in één keer op te nemen. Het is een product die gekoppeld is aan marktrente. Dus als de marktrente gaat stijgen, stijgt ook je betaling van de rente. En daardoor ga je minder aflossen. Risico blijft natuurlijk dat je met een hoge schuld blijft zitten en dat je daar niet bewust van bent. Een persoonlijke lening is een lening met een vaste rente, vaste looptijd. Je weet je maandbedrag en je gaat gewoon in stukjes aflossen en dan ben je aan het eind van de looptijd af van je lening. Voor wie echt grip op de financiële toekomst wil houden, zijn er ook nog de volgende tips. Weet wat je binnenkrijgt aan geld en wat je uitgeeft. Ga geen geld lenen om gaten te dichten. Denk ook aan je uitgaven met je creditcard. Op het moment dat je met afbetaling het geld terugbetaalt wat je leent op creditcard, betaal je namelijk te veel. Je roodstand heeft ook een hele hoge rente. En als je online shopt, betaal ook niet op afbetaling, omdat de rente namelijk is daar ook heel hoog.